Dat is al jaren zo. Nieuw is wel dat de journalisten en vooral ook de directies van enkele weekbladen na jarenlange terugloop van de oplagen eindelijk besloten hebben er echt iets aan te gaan doen. De Haagse Post en De Tijd gaan samen omdat ze op hun eentje onmogelijk kunnen overleven. Dit is de omslag van de Haagse Post van de afgelopen week. Morgen verschijnt het nieuwe nummer. Het ene laatste nummer van de onafhankelijk opererende Haagse Post. En hier het ene laatste omslag van het weekblad De Tijd. Volgende week dus samen de drijfjacht op het licht, heette het omslagverhaal vorige week. Nu begint de drijfjacht op de abonnees. En ook Vrij Nederland doet nu een, naar het lijkt wat wanhopige poging om het hoofd boven water te houden. De ongeveer 80.000 Vrij Nederland lezers kennen het. De verschillende bijlagen, de boekenbijlagen van Vrij Nederland. Het kleurenbijvoegsel en de rompkrant van Vrij Nederland. Al deze drie delen verdwijnen nu in één keer en maken plaats voor het VN Magazine. Dit magazine moet Vrij Nederland gaan redden. En als dat niet lukt met die nieuwe aanpak, zegt hoofdredacteur Rinus Ferdinandessen, ook geen nood, de stenzelmachine uit de tijd dat Vrij Nederland verzetskrant was, staat nog steeds in het vet. Verslaggever Gerrie Jansen Hendricks was op bezoek bij de krant die zich nu verzet tegen de eigen ondergang. Ik denk dat de meest spectaculaire onthulling in Vrij Nederland geweest is de onthulling van het Swolsman concern. Dat was de eerste keer dat blootgelegd is dat er een ontroerend goedhandelaar, een projectontwikkelaar, zoveel banden met de politiek had en zoveel met smeergeld werkte dat het nooit op die schaal in Nederland was ontdekt en daarna ook niet meer zo gebeurd is. Vrij Nederland, zelfbewust, pretentieus en soms een tikkeltje zelfgenoegzaam. Dat maakte de advertentiecampagnes in de loop der jaren wel duidelijk. En ook in het nieuwe reclamefilmpje zit nog altijd de nodige arrogantie. De redactie van Vrij Nederland huist al sinds jaar en dag in een oud pand in het centrum van Amsterdam, omringd door rijen en stapels documentatie. Zonder al die informatie wordt het moeilijk om de gedegen, onthullende en vooral ook lange stukken te schrijven waar het blad beroemd om is. Maar traditie kan een last worden. Een aantal negatieve oordelen op een rijtje. Dat klopt. En niet een onrechte zou ik zeggen, want Vrij Nederland is echt een roemrucht blad geweest. Heeft de journalistiek in Nederland vernieuwd, is het blad van een generatie geweest, heeft echt een roem opgebouwd waarvan je, laten we zeggen, een soort erfenis met je meedraagt. Dat is een vooroordeel, maar ik vind het niet zo slecht. Vrij Nederland heeft de naam doordrammerig te zijn, maar je hoort het altijd van de mensen die het minder snel lezen. Je hoort steeds mensen zeggen van, bij Vrij Nederland moet het nodig eens veranderen. Maar ik weet niet of dat kan. Journalistiek is niet iets wat je met een knopje kunt omzetten. De vorm van Vrij Nederland is nu, na lang wikken en wegen, veranderd. Gisteren werd op de redactie nog druk aan het nieuwe nummer gewerkt. Niet meer aan de krant, maar aan het magazine Vrij Nederland. Het was voor veel mensen hier bijna een rouwproces. Ik heb altijd gewend aan een krant. Wij praten hier over een krant. Ik ruik naar krant. En wij hebben ook gezegd, Vrij Nederland wordt een magazine dat naar krant ruikt. Onze concurrenten zijn eigenlijk in ons hart de Volkskrant en de NRC. En om die gunst strijken. Maar die gunst is tegenwoordig niet makkelijk te krijgen. Kranten hebben vooral op zaterdag dikke bijlages. En de behoefte om daarnaast nog een opinieweekblad te lezen is in de loop van de jaren al maar kleiner geworden. Een paar cijfers op een rij. 1975 was de oplage van de gezamenlijke opinieweekbladen bijna 500.000 stuks. De kentering zette in 1982 en vanaf dat moment daalde de oplage gestaag tot rond de 270.000 in 1988. De oplage van Vrij Nederland dan, die geeft eenzelfde beeld te zien. Een hoogtepunt in 1977, bijna 131.000, daarna daalt het tot bijna 83.000 stuks per week 2 jaar geleden. Met deze cijfers is Vrij Nederland sinds jaar en dag het op één na grootste opinieweekblad van Nederland, na Elsevier. En om dat te kunnen blijven, wordt er nu dus vernieuwd.
Vanochtend werd het eerste VN Magazine gedrukt. Een nieuwe vorm dus, maar de inhoud is grotendeels hetzelfde gebleven. Als je al die tijd gezegd hebt, dit is onze journalistiek, of je nou voor of tegen bent, dit is onze journalistiek, kun je niet zeggen, op 1 september is het totaal anders, we schrijven iets anders. Je kunt niet je jas knippen naar de mode van deze tijd, zei Lillian Hellman, en dat kan dus ook niet. Maar is het dan alleen een... Maar je kunt wel zeggen van, wij gaan in een aantal gebieden andere medewerkers aantrekken, maar dat doen we dan pas in het magazine en niet zeggen van, Vrij Nederland is compleet vernieuwd, want het gaat om de vorm. Want die nieuwe medewerkers zijn er ook nog niet. Jawel, dat zijn diverse plannen. Maar ze zitten nog niet hier bij de redactie? Nog niet allemaal. Pas in de loop van maanden zal er verandering in de inhoud te zien zijn, zeggen ze bij Vrij Nederland. Afscheid nemen van oude roem gaat niet zo makkelijk. En dat VN het lot van andere weekbladen zou treffen, is ondenkbaar. Ik denk niet dat Vrij Nederland ooit zal fuseren met andere weekbladen. Het is alles of niet. Nou, ik denk dat, dat hoorde je van de Tijd en de HPO ook, hoe ontzettend moeilijk het is om redacties bij elkaar te brengen. Maar, daar is maar in dit geval gaat het ook nog om dat er toch een erfenis van een verzetsblad en van een linksblad en van een blad dat tamelijk nonconformistisch, maar altijd trouw aan zichzelf geweest is, om dat met een ander te laten fuseren. Ik denk dat je dan zoveel ingrepen moet doen dat deze redactie die de krant maakt dan voor een groot gedeelte er niet meer zal zijn of anders zal zijn. Geen fusie dus. Bij ons in de studio twee gasten om over het weekblad gebeuren te praten. In eerste plaats meneer Bouwman van de Weekbladpers, de uitgever van Vrij Nederland. Meneer Bouwman, ik heb eens goed nagedacht en kon eigenlijk geen argument bedenken waarom de teruggang in de oplagen van Vrij Nederland nu ineens tot staan zou komen. U wel? Nu ineens kan ik me ook niet zo goed voorstellen. U moet zich wel voorstellen dat de oplage de laatste jaren maar met hele kleine beetjes naar beneden is gegaan. Ik bedoel, over een reeks van jaren is dat een behoorlijk aantal. Maar wij verwachten... De zaak gaat terug en er is geen, ook het afgelopen jaar weer, 4.000 van 82.000 naar 78.000. Ja, wij verwachten ook niet onmiddellijk grote aantal erbij. Wat we nu maken is een weekblad. Ik wilde bijna zeggen een krant, zo praten wij er nog steeds over. Het is een weekblad wat op dit oplagenniveau zo ongeveer in elk geval geen winst en geen verlies maakt. En daar zijn we vooralsnog tevreden mee. Natuurlijk niet op langere termijn. We willen hier vandaan met deze nieuwe start ook weer omhoog. Dat brengt me bij onze tweede gast, meneer Koger van de Staatsdrukkerij en Uitgeverij. De uitgever straks van HP De Tijd vanaf volgende week. U krijgt er een flinke concurrent bij. U gaat nu samen, maar tegelijkertijd Vrij Nederland sterken. U hebt twee failliete boedels in één potje gegooid. Dat valt wel mee. Ze maken alle twee fors verlies. Jawel. Maar ieder weekblad heeft twee bronnen van inkomsten. Dat zijn lezers en adverteerders. En het aardige is dat de HP het erg goed deed op de adverteerdersmarkt en wat minder op de lezersmarkt. En bij De Tijd was dat net andersom. Wij denken dat die twee gezamenlijk het goed zullen doen. Ja. Even terug naar u, meneer Bouwman. Ik heb het eens doorgebladerd. Er zijn een paar nieuwe columnisten, er zijn een paar nieuwe mensen aangetrokken. Voor de rest is het oude wijn in een nieuwe magazinezak. Het enige nieuwe wat wij echt konden ontdekken is een puzzel. Hebben ze daar al die jaren op de ruimtevracht over nagedacht? Nee hoor. U moet zich wel voorstellen, u heeft het steeds over aantallen. En die aantallen, dat zijn de verkochte aantallen. Nou, maar ik heb het ook over de inhoud van het blad. Ja, daar heb ik het nu ook over. Wat ik probeer uit te leggen is dat wij nog steeds elke week 312.000 mensen dat blad lezen. En wij niet willen dat we de 312.000 mensen onmiddellijk van ons vervreemden. Maar die 312.000 wordt met het jaar gestaag minder. We hebben straks die aantallen gezien. Ja, het kalf als zeker. Dus ik zeg ook niet dat het hetzelfde blijft. We hebben in VN, zoals het nu voor u ligt, zitten een paar vernieuwende elementen. En dan denk ik vooral aan het beeld. Er zit veel meer kleurenfotografie in. En we zullen vanaf nu, ook journalistiek, langzaam, maar gestaag, onze grote reputatie proberen waar te maken en waar te houden. Even naar u, meneer Koger, HP De Tijd volgende week. U moet flink wat lezers vasthouden om straks een wel rendabele boedel te krijgen. Want nu maakt het zeer voor... Hoeveel verlies maken HP en Tijd samen per jaar? Nou, dat is eigenlijk niet zo gek veel. Want HP zit net boven nul. En De Tijd zat bij dat grote concern in een moeilijke situatie. De voorgaande jaren, maar het laatste jaar zat het boven nul. Maar wij denken dat wij geen nieuw tijdschrift moeten maken, maar dat we absoluut het beste uit De Tijd en het beste uit HP moeten bewaren en daarmee de oude lezerskring van beide bladen kunnen vasthouden. En als we dat kunnen en we kunnen eveneens de advertentiebezetting vasthouden, dan zitten we riant.
Maar de totale behoefte aan weekbladen neemt zo ontzettend af. De dagbladen doen het steeds beter, het is aan de orde geweest. Er zijn heel veel gratis bladen, mensen kijken steeds meer naar televisie. De informatie op televisie wordt ook beter. Ik heb het idee dat u toch voor een deel verloren zaak bezig bent. We hebben het over golfbeweging. Weekbladen voor de oorlog in Nederland waren non-existent. Tot aan het midden van de 60 jaren waren weekbladen nooit grote dingen. Tussen 1965 en 1980 deden weekbladen het uitstekend. Tussen 1980 en 1990 hebben de kranten het uitstekend gedaan. Wij denken het nu weer uitstekend te gaan doen. Heel kort om af te ronden. Nu heeft er Nederland een oplage van 78.000. Heel kort, over 5 jaar. Wat verwacht u? 85. HP en VN nu samen. HP en de tijd nu zo'n 65.000, 60.000. Over 5 jaar? Hetzelfde. Hetzelfde. Reuze, bedankt voor de komst. Graag gedaan. De golfcrisis. De Amerikaanse marine heeft...